Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft in Zwolle beslag gelegd op de NBB-beker. Honderden fans waren aanwezig om de Leidse ploeg het gevoel van een thuiswedstrijd te geven. De strijd ging lang gelijk op, maar aan het eind van het derde kwart sloeg ZZ Leiden het beslissende gaatje en moest Landstede Zwolle passen. Het werd uiteindelijk 69-87. Bij terugkomst in Leiden werd de spelersbus ook weer door honderden fans onthaald en de 5 meihal werd de ploeg gehuldigd. Het is de eerste grote prijs voor de Leidse basketballer sinds 2013. Merkwaardig, twee keer technische fouten. Kenneth die moet weggaan. Maar het bleek achteraf gewoon de ommekeer in de wedstrijd te zijn. Ja, nou ja, dat hebben we van tevoren natuurlijk ook gezegd. Kijk, dit soort finales, daar gebeurt van alles. Nou, dat gebeurde vandaag ook. En ik denk dat we daar heel goed op gereageerd hebben als team. En dat is gewoon heel mooi om te zien. En uiteindelijk, ik denk Zwolle ook alle complimenten voor Zwolle natuurlijk in zo'n wedstrijd. Dat is echt een wedstrijd. En op een gegeven moment, ja, dan breken ze. Dat is mooi. Ja. Heel vet om deze overwinning te pakken. Het was ook een beetje jouw overwinning op een gegeven moment. Man, alles leek raak te gaan. Ja, en eerste helft niet, maar gewoon mentaal sterk blijven en zie je, tweede helft is het gelukt. Het is je eerste prijs bij Leiden. Heb je bij het begin van de seizoen gestoord aan het feit dat er links en rechts wat gemopperd werd? Van moet dat nou, coach met hoeveel ervaring heeft hij? Maar volgens mij heb je iedereen stilgekregen. Nou, ik heb me helemaal niet gestoord. Mooi zo. Nee, weet je, iedereen mag zeggen wat hij wil. En at the end of the day gaat het erom, win je of verlies je. Wij winnen hier. En even heel simpel, dit is een bekerfinale. Ja. We willen ook kampioen worden, we zijn er nog helemaal niet. Dit is deel 1. Dat is deel 1. Ja. Maar dit is wel lekker, toch? Zeker lekker. En met name wat ik belangrijk vind, het mentale deel hierin. Dit was een wedstrijd waar het mentaal gewoon erom ging. En dan zie je dat we er staan. En dat hebben we ook in Europa Cup al kunnen zien. En vandaag ook. En zo gaan ze in de competitie op het eind, staan ze er ook. Nee, exact. Dus zo gaan we lekker verder. Genieten. Yes, thank you. De technische fout, uitsluiten van Kenneth, dat was eigenlijk hetgene wat de wedstrijd deed kantelen. Ja, zeker weten. En ik denk dat wij gewoon als team mentaal sterk zijn gebleven en klaar waren voor elke obstakel. En dat is gewoon tweede helft gebleken. En gewoon keihard blijven basketballen. Het heeft wel lang geduurd voordat die prijs weer een prijs naar Leiden kwam. Ja, te lang. Dat vonden wij ook. Maar het ligt niet voor de hand altijd. Hè. Het is niet zo makkelijk. Nee, je wordt niet zomaar één, hè? En daarom moet je er ook van genieten op het moment dat het gebeurt. Dus we gaan het ook vieren. Vader worden. In het Hol van de Leeuw een beker pakken. Een prijs pakken. Ook voor jou was het 6 jaar geleden. Zeker, zeker. Het is een gigantische ontlading. Dit is een lang proces geweest. We hebben heel veel moeten zoeken over de afgelopen jaren. Maar we hebben toch een ploeg gevonden waar de puzzelstukjes mooi in elkaar vallen. Vandaag was ik wat minder, maar mijn team wist me te helpen. Ik probeerde in de tweede helft ook wat ritme te vinden. Zij hebben me een paar keer gevonden waardoor ik toch ook wat scores kon houden en toch wat stops kon pakken. We hebben elkaar geholpen. Ik denk dat het hele resultaat is geweest hier zo. Je moest dan weer meer minuten maken. Maar ik heb wel genoten van die meer minuten van jou. Ja, ik ook. En vond ik helemaal niet erg. Kijk, voor deze wedstrijden train je. Voor deze wedstrijden speel je basketbal. En gewoon met al deze fans hier, ja, het is gewoon helemaal top.
Het was wel een echte finale overigens. Absoluut. Je ziet dat Zwolle ook gewoon een geweldige ploeg is. Het was strijd, close game, hele wedstrijd en op het laatst maken we het af. En dat is geweldig. Dit is deel 1, hè? Zegt iedereen. Dit is deel 1. Er wacht nog een play-off reeks. En Mo heeft het al vanaf het begin van het seizoen gezegd. Ik wil gewoon weer een kampioen van Nederland worden. Ja, en ik denk dat dat geldt ook voor mij. Het geldt voor het hele team. Maar we moeten nu stap voor stap daaraan gaan werken. We hebben nog een paar wedstrijden die we moeten spelen. En dat is wat we moeten gaan doen. Eerst feest vieren toch, vanavond? Ja, sowieso. Ja, ik sta hier met een geweldig gevoel. Hoe de sporters mee waren met 450 man en 160 man met de bus. Dat is voor het eerst in 10 jaar dat zoveel mensen met de bus meegaan. Dat is geweldig. Het was een Leids feestje. Ja, het was zeker een Leids feestje. We hebben zo genoten. Ook met de Leidse supporters. Dit moeten we met de play-offs zeker doen. Ja, eindelijk voor al dat harde werk op beloond. Nee, alle lof gaat uit naar de spelers natuurlijk. We hebben een geweldig team. Ik zei het begin van het seizoen al, het is echt smullen dit seizoen. En het is natuurlijk gaaf. We zijn met meer dan 500 man zijn we gewoon naar Zwolle afgereisd. We hebben een thuiswedstrijd van gemaakt. En thuis is een keer gewonnen van Zwolle, om maar zo te zeggen. Dus, en ze zijn ook allemaal nu achter ons hier en der. Er staat behoorlijk veel volk gereed bij de 5 mei al. Dat doet je deugd, toch? Dat doet me zeker deugd. We zijn bijna 200 man met de bussen zijn we gegaan. Iedereen blijft ook echt. We wachten af tot de spelers komen natuurlijk. En ja, het heeft even geduurd, maar we hebben weer een prijs binnen, gelukkig, als Leiden. We waren er zeker aan toe. En dat we deze prijs nu gepakt hebben, dat is heel goed voor de sport. En zeker voor de topsport in Leiden. De topsport in Leiden mag zeker vooruit. Ik krijg nu denk een belletje vanuit de spelersbus. Ik neem hem heel even op. Ja, goed. Momentje. Mooi. Theo. Ja. Ja, vraag je, waar rij jij nu? Ja, dat snap ik, dat je op de weg rijdt. Begin van het seizoen was de kleine dingetjes op het gastenboek. De knie van Maurice Watson Jr., niemand heeft het daar meer over. Rolf Franke zou een coach zijn die met weinig ervaring, niemand heeft het daar meer over. Want als je wint... Vergeet de smalle rotatie. Smalle rotatie. Ja, we knijpen in onze handen natuurlijk. We zijn hartstikke blij met dit. En ja, ook de coach natuurlijk als rookie coach. Geweldig dat hij het zo gepresteerd heeft. Anders kan je niet zeggen. Ja. Het is een strak duo, hè? Hij en Samson. Hij en Samson, ja. Watson en Thompson. Ja. Vandaag echt Sergio. De Randami. Sergio de Randami. Heel veel mensen zijn kritisch geweest. Kan Sergio nog mee eigenlijk op dit niveau of niet? Ja, en hij staat er gewoon. Op het moment dat Sims weggestuurd wordt... Staat Sergio gewoon op, echt de klasbakken. Ik denk dat hij de beker voor Leiden pakt. Sergio heeft zeker de beker voor ons gepakt. Leiden ging als favoriet naar de finale? Absoluut, zeker weten. Je bent niet teleurgesteld? Nee, totaal niet. Nee. Het was best angstig, vond ik zelf hoor. In het begin. Maar daarna was alles weer helemaal goed, toch? Ja, en dan moest Kenneth voor weggestuurd worden. Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar dat klopt ook niet helemaal. Maar goed, de scheids beslist, hè? Zeker, dan wordt het een D als ik het hem juist zeg. Ja. Maar goed, daarna gaat een bekende Leidse, tenminste, laten we zeggen, die wat in zijn nadagen van zijn carrière zit, die krijgt het op zijn heupen. Sergio, en wat een topper. Dat is echt gegarandeerd een topper, eerste klas. En hoe is dan het feestje in de bus terug? Ja, heerlijk. Gewoon zo ontspannen. En gewoon rustig aan een colaatje. Wordt er niet gezongen? Ja, ook. Ja, we zingen van alles en nog wat. En zometeen gaat het echt. Ja, zometeen gaan we echt feesten. Peter Pauli dus, Bert Krachtwijk, oudspelers van Leiden. Tijd voor een feestje? Ja, zeker. Dat is natuurlijk geweldig wat ze gedaan hebben in Zwolle. Ik vond het ook wel. Dus dan moeten we vieren. Ja, was jij er ook, Peter? Nee, ik was er niet. Ik ben aan het klussen in mijn nieuwe huis. Maar ik heb wel continu naar mijn telefoon gelopen. Dus alleen telefoon, want het was ook live bij de NOS. Hè? Alleen maar een telefoon. Ja, ik zat in mijn huis te klussen. Nieuw huis, dus ik heb nog helemaal geen verbinding daar. Maar ik kon wel op mijn telefoon alles volgen. Heel spannend. Jullie hebben ook succes in het basketbal meegemaakt. Je staat nu als oud speler. Je weet wat er met die spelers doorgaat. Je weet ook wat ze hier zo meteen met die Haag tegemoet gaan krijgen. Hoe leuk is dat? Ja, dat is heel geweldig, maar je verwacht het eigenlijk niet eens zo als speler. Je bent zo met het spelletje bezig dat je niet verwacht dat hier dan weer honderden mensen zijn om je op te vangen. Ik was heel erg verrast ooit. Gemeentehuis ook, was ook zo mooi, het stadhuis. Hè? Prachtig. Ik denk dat het is leuk. Ze weten dat het leuk is. Maar dit herinneren ze zich echt als over 50 jaar of over 40 jaar net zo oud zijn als wij. Dan kijken ze terug. En dan denken ze, oh, jongen, dat was top. We hebben gewonnen. En dan komen we in Leiden. Al die mensen, geweldig. En iedereen roept ook, het is niet klaar, hè? Dit is deel 1 van het verhaal. Nee, dit is hoofdstuk 1, hè? Ja. Hoofdstuk 2 gaat eraan komen, hè? Vind ik ook wel, hoor. Ja. Absoluut. En dit helpt ook, hè? Dit gaat helpen dat je belangrijke wedstrijden er kunt staan. Dat gaat straks belangrijk worden. Ja, ja. Nou, ook, wat heel belangrijk is, met zo'n kleine rotatie... gewoon nu gewoon hebben bewezen... dat je met een kleine rotatie gewoon een prijs kan pakken.
Even en opnieuw dat karakter. Hè? We hebben bij thuiswedstrijden alles gezien. Deze ploeg, deze mannen, of het, ongeacht welke. Nu stond Sergio een keer heel zwaar op, maar daar doen we de anderen een beetje tekort mee. Maar ze hebben het al vaker dit seizoen ook laten zien. Nou, ze hebben het eigenlijk het hele seizoen laten zien. Ja. En ik denk dat die Europacup ervaring ze enorm heeft geholpen om dit al te bereiken. Mooi, hè? Ja, is ook zo. Dat is prachtig. Dat is heel... Maar daar komt het. Daar komen ze. We gaan kijken. Ze komen eraan. En wat een groot onthaal hier bij de 5 mei al. De bekerwinnaars van 2019. De ploeg van Rolf Franke komt hier aan. Honderden mensen juichen de ploeg toe. Vuurwerk. Geweldig. Het is nummer 8. Sergio van Gaalbeek.